أي نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا فهي اختبار امتحان لنا هل ننجح في الاختبار أو لا. Elke gunst die Allah Azza wa Jal ons mee begunstigt, is een beproeving. Zullen wij hier daardoor tevreden zijn of niet? كيف ننجح؟ Zullen wij ook daarmee slagen of niet? En hoe slagen wij? نعم ننجح بأمرين والله أعلم. Er zijn twee zaken die erop kunnen duiden dat wij slagen. الأول قبل أن تأتي النعمة لا تتعلق إلا بالله. Voordat een gunst tot jou toekomt, dient jouw hart gekoppeld te zijn aan Allah. Dat is de eerste reden. بعض الناس وهو يمشي في الطريق وينظر إلى متاع الدنيا. Sommige mensen lopen over straat en die genieten met hun ogen van alles wat Allah Azza wa Jalla heeft geschapen. يفكر. En hij denkt hierover na. يقول لو يتعرف علي الرئيس. لو يتعرف علي الرئيس يكون صديق الرئيس. Hij denkt bij zichzelf van was ik maar de vriend van de president om het. أو الوزير. Of een minister. أو التاجر الملياردير. Of een rijke handelaar. وأكون صديق له. Dat ik een vriend van hem ben. ويقول خذ من مالي ما شئت. En dat hij dan tegen mij zegt neem van mijn bezit wat jij wenst. أكثر الناس على هذا التفكير. De meeste mensen hebben deze gedachte. الجنة تطلب من من. Het paradijs van wie wordt dat gevraagd? من الله. Van Allah Azza wa Jal. لماذا؟ Waarom? لأنه لا أحد يقدر على إعطاء الجنة إلا الله. Want niemand is in staat om het paradijs te geven behalve Allah. الرزق يطلب من من. Bezit, van wie wordt dat gevraagd? Min al-ra'is? Van een president? Min al-wazir? Van een minister? Min al-tajir? Van een handelaar? La, ha'ula fuqara, ha'ula yamutu. Nee, dit zijn arme mensen. Deze mensen zullen ook komen te overlijden. La yumkin an nata'allaq illa billah. We mogen niet gebonden zijn of voelen behalve met Allah Azza wa Jal. Iza man yufakkir fi anna al-wazir yu'tih, yarzuqo. أو الرئيس أو كذا هذا رسب في الاختبار. Degene die zich schuldig maakt aan dat hij gekoppeld is aan het president of aan een minister in die zin dat hij van hen dingen verwacht, deze is ongetwijfeld een behorende tot de verliezers. ومن يتعلق بالله ولا يتعلق بأحد غير الله فقد نجح في الاختبار. En degene die zich gebonden voelt aan Allah Azza wa Jal en niet met anderen, deze is degene die slaagt in deze toetsing. هذا الاختبار الأول. This is the eerste toetsing. الاختبار الثاني. De tweede toetsing. جاءت النعم. De gunst is tot jou gekomen. جاءك مال. Bijvoorbeeld geld. جاءك ولد. Een zoon of kind of een dochter. زوجة. Een vrouw. ماذا تصنع؟ Wat dien je dan te doen? اختبار ثاني. Dat is weer een toetsing. Je wordt weer getest. لابد أن تشكر هذه النعم. Je dient deze gunsten Allah Azza wa Jal voor te bedanken. أولا تشكر بالقلب. Ten eerste dien je Allah dankbaar te zijn met het hart. تعتقد أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. Dat je van overtuigd bent dat elke gunst die tot jou toekomt van Allah afkomstig is. تشكر باللسان. Dat je dankbaar bent met jouw tong. يسألك سائل من أين لك هذا. Iemand stelt jou bijvoorbeeld de vraag van waar heb jij dat. تقول هذا من فضل ربي. Dan is het eerste wat je zegt dit is door de gunst van Allah Azza wa Jal. تشكر بالجوارح. Je bent ook Allah Azza wa Jal dankbaar middels jouw ledematen. كيف? Hoe? نعمة المال ينفق في طاعة الله. De gunst van geld in dit geval wordt uitgegeven, dat dient men uit te geven, in het gehoorzamen van Allah Azza wa Jal. شكر نعمة النظر أن تنظر فيما أحل الله ولا تنظر فيما حرم الله. Ja, het bedanken van Allah Azza wa Jal voor de gunst van het kunnen zien is door te kijken naar wat Allah toegestaan heeft en af te wenden van wat hij verboden heeft. والله أعلم والله أعلم